Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Als we naar deze foto, het beeld van de dag, kijken, doet niets vermoeden dat het weer gaat veranderen. Maar als we de satellietfoto erbij pakken, dan zien we wel een klein beetje wat er aan de hand is. Want op de Noordzee ligt een pakket bewolking klaar, en dat pakket met bewolking trekt in zuidelijke richting. Dat betekent dat vanavond de bewolking al zichtbaar gaat worden in het noorden van het land. En dat het in de rest van het land nog helder is met temperaturen tussen 4 en 7 graden. In het noorden stokt die temperatuurdaling al vrij snel onder de wolken. In het zuiden kan het nog wel licht vriezen, vooral in het zuidoosten van het land. En dan neemt de bewolking toe en is er op veel plaatsen ook wat nevel of misschien zelfs mist. De wind waait uit een noordelijke richting. Morgen houden we in de kustgebieden die wolkenvelden. Maar landinwaarts is de kans op wat zonneschijn toch wel ietsjes groter. En als de zon erbij komt, dan wordt het nog 10 tot misschien lokaal wel 12 graden. Onder de wolken in het noorden, als die hardnekkig zijn, is het maar een graad of 7. Matige noordenwindkracht 3 tot 4 daarbij. Nou, die noordenwind die wordt misschien ietsjes meer noordwesten dagen daarna, maar blijft dus wel vanaf de Noordzee waaien en dat betekent in het algemeen dat er veel bewolking is. Zaterdag misschien een klein gaatje voor de zon, de kans daarop is zondag net iets groter, maar dan is ook de kans op een druppeltje regen wat groter. Beide dagen een graad of 8 op de thermometers, maandag wat duidelijker 8 graden, net iets meer zon, ook dan kans op een enkel spatje regen, maar de hoeveelheden neerslag zijn ver van groot. Na nou, de dagen die volgen laten de temperaturen toch langzaamaan wel weer wat oplopen. He, maandag een graad of 8 en dan voorzichtig richting de 10, misschien een dipje, en later toch langzaamaan duidelijker boven de 10 graden. En er zijn zelfs weer modellen die het aan het eind van deze 15-daagse periode in de buurt van de 20 graden laten komen. Maar tegelijkertijd is de, uh, de onzekerheid dan ook erg groot. Want op hetzelfde moment zijn er weer modellen die zeggen. Nee hoor, het wordt maar een graad of 4. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.